Hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, daar zijn we weer. Het is vandaag dinsdag en ik wens jullie van allen hartelijk welkom bij een goed nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, en ze zijn allemaal binnen. Twee waren er net buiten met mij. Eentje heeft nog de neus. Zijn neusje moet het nog bevrijden. Ja, oh goedje, kom maar Frodo. Moet jij ook wat zeggen? Wat verdik je dan, hè? Ja, maar in ieder geval, Rebecca die komt zo weer. Ik weet niet hoe laat het even, weet ik nog niet. Ik heb de computer nog niet eens helemaal opgestart, kun je nagaan. Ik ben buiten geweest, Frodo's wc van gisteravond schoongemaakt. Want ja, dat kun je wel zeggen, je hebt licht van de lantaarnpaals, maar ik zie dat niet, hè? Nee, want dan graaft het onder en dan moet je dan weer zoeken. Nou, ga ik niet in het donker doen. Nou ja, het is 9:41 en het is 6 november. Ja, helemaal. Zo, de rest moet nog even gedaan worden en ik moet mijn oorbellen nog in. Ja, mijn oorbelletjes. Ja, dus dat gaan we eventjes doen als het allemaal wil. Kom even goed zitten, als dat ook allemaal een beetje wil. Het moet ook weer niet top zwaar worden, want dan valt hij om. En dan moet ik me niet. Dan leggen ze naast elkaar, hoopjes. Zo lief, zo lief, zo lief. Andere oorbel. Ook er even in hangen. Hey, ik kan gelijk als spiegel gebruiken. Voilà. Zo. Nou, we zijn weer op en top, toch? Ja, nou, nu nog kijken. Oeh, lief, hè. Maar oké, okay, ja, Rebecca die komt zo. Rebecca is dus mijn huishoudelijke zorg. Die zal vreemd ook kijken, want ja, ramen gelapt, ramen schoon, dus ja. En voor de buitenkant mogen ze niet meer doen, van de huishoudelijke zorg. Want dat zijn ze niet voor verzekerd. Ze mogen het wel bij hun thuis doen, daar zijn ze weer wel voor verzekerd. Maar hun baas die verzekert het niet voor bij de cliënten. Nou, dat vind ik toch, want het behoort wel bij de huishouding. Ja toch? Nee, dan moet de cliënt maar weer geld extra voor uitgeven voor een ramenlapper, of hoe noemen jullie dat? Wij noemen dat ramenlapper of glazenwasser. Moet je weer geld uitbesteden. Ja, ook die mensen moeten natuurlijk verdienen. Maar waarom bij juist mensen met een kleine beurs extra geld uit laten geven? Moet je niet doen. Nee, help die mensen. Maar oké. Okay. Komt goed. Ja, er loopt hier meneertje Kandalf. Hé, je dook is kwast. Ja. Maar in ieder geval, ik ga eventjes Frodo zijn bak afwassen. In mijn kopje. En dan kan ik een koffie drinken en even een broodje klaarmaken. Want ja, ik kom naar beneden en dan is het eerst de boel op starten. De dieren naar buiten, de tuin opruimen. Voordat ik weer aan mezelf toe kom. Dus ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Het zonnetje komt er hier wat door. Het is ook nog wat bewolkt. En vooral aan die kant. Maar oké, het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. En geniet van alles wat jullie doen gaan. Doei! Ja, lieve vrienden, daar benen we weer. Ja, ja. Rebecca is alweer een geruime tijd weg. Die heeft de volgende cliënt afgezegd. Die was te ziek. Ze heeft alleen nog wat gestreken. Dat is het kleed van om de kerstboom heen. Andere kleedjes heeft ze gestreken. Placemats heeft ze gestreken enzovoorts. Ja, dat zijn servetten. Dit is placemats, dat goud. Met dat goud erin. Ik weet niet of jullie het zien. Ik zie het zelf niet eens. Ja, het... Ja, zoiets. Maar in ieder geval heeft ze gestreken. Ze heeft het denk ik op beneden gebracht en dat had nog niet gehoeven. Dus ja, dat moet ik weer even naar boven brengen.
Want zover ben ik nog niet dat ik dat al kan gebruiken. Of moet gebruiken. Zover is het gewoon nog niet. Nee, maar het moet wel gestreken zijn. Dat heb ik het nodig, dat ik het kan pakken. Frodo heeft zijn melkcaravan. De lijn is terecht. Die ik daar had hangen. Ja, bij de bij aan mijn bureau had ik dus twee van deze kaartjes voor veeltjes voor onder de stoelpoten, tafelpoten, weet je wel. Had ik twee kaartjes van, mooi. Plus een kaartje met tubetjes, drie tubetjes verkondelijm. Had ik erbij hangen. Denk, want dan kunnen we met die stoelen binnenkort aan de gang. Even op een kop. En dan die van die rondjes, maar van dat veld wat erachter zit, grotere uitknippen, grotere rondjes. En dan vier inkepingen knippen, zodat je ze als een sokje omhoog kan doen. Met onderlijn. Dan blijft dat goed zitten. We hoeven niet meer te zoeken. We hebben gezocht als ik weet niet wat, ook Crazy. Pakte ze vanochtend haar tas uit. Waar haar camera en alles in zit. Wat denk je, wat? Zat het in haar tas? Geweldig. Ja, maar blij dat dat terecht is. Dan hoef ik tenminste dat niet nog een keer te kopen. En kun ze gelijk nog wat maken. Want ja, dat is stuk. En dat wou dus niet met mijn pistoollijn. Ja, waarom weet ik nou nog niet. Maar dat wou niet. Nee, ik snap dat niet. Nee. Maar ja, maakt ook verder niet uit. Het moet nog een keer gelijmd worden. En dan probeer met de secondenlijm. En dan hoop ik dat hij weer kan hangen. Want zulke soort engeltjes vind je niet meer. Nee. Ik kan ze nergens meer vinden, zulke soort engeltjes. Auw, mijn pink zit vast. Ja, vleugeltjes is eraf. Dat behoort daar te zitten. Die vleugeltjes heb ik hier. Ja, dat behoort ze op die rug vast. Maar ja, dat. Door de val. Ja, dus kan er niks aan doen. Het moet gelijmd worden. Dan kan het weer hangen. Maar ik heb het met mijn pistool, mijn lijmpistool gedaan. En dat is helaas niet gelukt. Dus ja, dat is, oh ja, die kan ook weg. Want ik heb het nieuwe gehaald al, dus hup, weg is weg. Maar oké, okay, lieve vrienden, ik ga er vandoor, want het begint te betrekken in ene. Daar, in ieder geval. Ik ga er vandoor, ik ga eventjes boodschappen doen, ik ga eventjes kerstverlichting erbij halen, waar ik te weinig van heb. En ik moet even grotere snoeren hebben met 50 of zoiets, weet ik veel. Ik zie wel. Ik neem eerst een paar doosjes van 50 lampjes mee. Ik denk dat dat wel genoeg is. Ik denk het wel. Toch? Moet toch lukken? Ik heb zo'n jeuk aan mijn oor. Niet erin, maar dat kleine schelpje, weet je wel. Oh. Oh, maar ja, oké, okay. Maakt allemaal niet uit. Ik kan de pret niet drukken. Weet je wat? Ja, ik krijg vanavond ook nog bezoek. Ook dat nog. Ja, van iemand die, ja. We zullen elkaar wel kennen. Van in de stad zien. Want hij woont hier vlakbij. Maar, niet bewust. Dat we dan elkaar kunnen, weet je, gewoon, ja, als we elkaar zien, zullen we herkenning zien, van ja, inderdaad, ik heb jou eerder gezien, daar en daar, of daar en daar, maar nooit niet elkaar voorgesteld, omdat we elkaar gewoon verder niet konden, maar nou heb ik hem ook op Facebook ontmoet, via weer een andere vriendin van mij, die bij Big Bazaar werkt, dus ja, en daar is hij ook bevriend mee. Nou, hoe leuk is dat? Ja, dus ja, dat komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. En ik zeg, tot straks. Ja, moeders gaat dus weer op stap. Ja, dat, wat ik al zei.
Ik heb eerst een telefoontje gebeld naar hulpmiddelcentrum voor mijn scootmobiel. Dat ik niet in mijn menu kan komen, dat ik niet de klok gelijk kan zetten en dat ik geen andere dingen daar kan verrichten wat ik behoor te kunnen verrichten. Dus hij heeft me daar boven, tenminste ergens bovenaan gelegd, dat ik eerder aan de beurt kom dan eigenlijk normaal gesproken. Want ik ben al heel lang bezig om dat voor elkaar te krijgen. Dus nu wordt het ook wel eens een keer tijd dat ze bij me komen. Maar ja, maakt niet uit. Komt goed. Ik pak de boodschappentas nog even uit de kast. En dan ga ik met die banaan. Ja, dus zeggen tot straks. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ik kwam thuis, ja. Ik was nog maar net binnen. Ik had net met moeite en pijn de tas met boodschappen neergezet. En daar ging de telefoon. Maar ik moest ook hooglopende hard rennen naar de wc. Maar ik nam eerst op. Driemaal raden wie het was. Ja, jullie raden het al, hè? Ja, Karin. Oké, maar dat maakt niet uit. Ik heb net weer opgehangen tijdens ik met haar in gesprek was. Heb ik de boodschap opgeruimd op Dapna en mijn kistlampjes. Ja. Kreeg er nog een WhatsAppie tussendoor. Krijg bezoek. Eerst mijn persoonlijke begeleidster, Sandra. En er komt een zekere Remco. Ja, die ik van Facebook ken en via een andere vriendin. Dus ja. Druk. En nog eens druk. Dus we zien wel hè, hoe het de middag verder loopt. Maar dat merk ik wel. Ja, ik ga nou even. Ik heb een bounty meegenomen, maar die had ik even opgeruimd. En dan ga ik een bakje koffie doen. Bounty gaan we even opeten voordat mensen komen. Want ik ben er wel aan toe. Ja, ik zou zeggen, tot strakjes. Ja, en toen was het al donker, maar maakt niet uit. Ik had verlichting in die bovenste tak, de langste draad, nu zitten. En dan gaat de telefoon. Wie zal dat zijn? Karin? Ik weet het nog niet. We merken het. Eventjes. Ja, hallo. Ja, hallo. En inderdaad, het is Karin. Goed gegokt. Ja. Ja, ik ben aan het vloggen. Dat doet u helemaal goed. Ja, nou. Oké, nee, ik heb... Bed in ja, begrijpelijk. Nee, ik liet eventjes zien dat ik nou verlichting in de tak heb zitten langs het raam. Aan de bovenkant. Ja. Hallo allemaal, alle lieve kijkers van Corine en de Weesbol. Nou, ik hoop dat ze het gehoord hebben, maar dat zal haast wel. Nee. Want ik deed de horen even bij de camera. Duimpje omhoog en een leuke reactie, dat wil leuk weten. Nou ja, dat heb ik voor jou en voor Hart ook al vandaag gevraagd. Dus ja, en ik heb geloof ik de hummeltjes genoemd. En hoe heette die andere ook alweer? Ben ik de naam weer even kwijt? De... Bram. Hè? Rijkjesbram. Nee, iemand anders. De... Bento's. Ja, de Bento's heb ik ook al genoemd, dus ja. Komt wel goed. Ja hoor. Krijg ik het al aan mijn arm om mijn camera vast te houden. Dat is leuk. Ja, helemaal niet. Dus ik leg jou eventjes op je rug neer en ik ga even afsluiten. Dat ik zou zeggen, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, ik zie er niet uit. Mijn haar zit niet zoals het wezen moet. Maar ik ben druk aan het werk geweest en ik laat dat jullie eventjes zien. Ik zelf ben zeer tevreden. Ja. Ik draai even een klepje stukje. Om zo en alles is mooi versierd. Tot aan mijn moeder aan toe is er al een slinger. En ik ben bij die schilderij begonnen. Nou. Dat is de deur. Nou, slingers, weeltjes, engeltjes met lichtjes erin.
Dat is van dat glasvezel. Dan zie je dat heel mooi, zie je dat veranderen qua kleur. Maar ze zijn ook al heel oud. Eén was van mijn pleegbroer, eentje was van mij. Dus ja, vraag me niet welke nou van mij was en van hem, dat weet ik niet. Die doet het helaas niet meer. Nee, er zijn lampjes kapot. Maar ja, wat doe je eraan? En daar hangt nog een komeet, die doet het wel. En goed ook, zoals het boord, dan was die. En weer uit. En dan gaat die straks weer aan. Duurt altijd even. Nou kom op, dan goed zo, dan was die weer. Ja, en dat is een komeet. Die heb ik ook ooit gekregen van mijn pleegbroer in de vroegere tijden. Dus die heb ik ook al heel lang. Dus ja, dan zullen we de troep even opruimen en zometeen voor mijn diertjes gaan zorgen. Ik weet niet hoe ver ik kom. Ik had eigenlijk ook al mijn televisie klaar willen hebben, want daar heb ik ook spullen voor. Maar ik ben moe. En ik moet ook nog eten. Ik moet ook nog een vlog in elkaar zetten. Ik moet ook nog naar Facebook. Ja, dus ik heb het nog druk. Maar ja, ik heb vandaag visite gehad, dus dan ga je ook later beginnen met je werkzaamheden die je eigenlijk gepland hebt om te doen. En wat in mijn hoofd zit, zit niet in mijn kont, dus uitpoepen ken ik het niet. Nee! Jullie wel? Ik niet. Wat? Hey! Hallo daar! Ja, hallo daar! Ja, vrouwtje gaat opschieten, want er liggen slingers op de grond. Moet ik weer opruimen. Kijk eens wat de bende. Maar dat allemaal wel mooi. Ja, ja. Tot later. Ja, lieve vrienden. Daar zijn we weer eventjes. Om jullie allen een welterusten toe te wensen. Ja, het is weer laat genoeg. Het is 12:30 geweest. Dus ja, niet zo laat als normaal. Maar ik wil de camera leeghalen, zodat ik of straks nog even wat in elkaar kan zetten, of morgen overdag. Daar liggen er twee te slapen. Goed lief, hè? Toch lief? Ja, vind ik wel. En ik was er net even mijn oude vriendin aan het kwekken, lekker eventjes op Facebook in PB, persoonlijk bericht, even privé. En ja, voor de rest was het aardig rustig, vond ik zelf. Ze bekijken voor de rest maar. Ik ben het even zat. Ja, even andere dingen doen. En voor de rest zien we het morgen wel weer. Morgen weer een nieuwe dag. Morgen weer nieuwe kansen. Kijken hoe de dag ons brengt. Wat de dag ons brengen gaat. Wat ik wel weet is dat 10 december, en ik wil jullie nog wat laten zien, moet ik ook nog even opzoeken. 10 december, jullie weten dat 11 december Karen en Roderick trouwen. 10 december, dan krijg ik bezoek, die blijven hier slapen, dat zijn mijn broer en mijn schoonzus, die komen mij ophalen, maar die komen een dag van tevoren hier naartoe om te blijven slapen. Ja. En Frodo daar, die wordt opgehaald door Chrissy, die gaat uitlogeren. Maar ik ben zo trots op Karin. Oh, dat wil je niet weten. Die is echt mooi geworden, maar ik moet even de foto's opzoeken. Karin, waar sta je? Oh jee, daar. En dan moet ik even de foto's zoeken. Die ze zelf doorgaf. Nou, ik had het nog makkelijker kunnen doen, maar dat doet er niet toe. Zo, dan moet ik mijn telefoon weer pakken. Oh, gaat lekker hier, hè? Ja, ja. Kennen jullie dat zien? Ik ben bang voor niet. Ja, hè? Is ze niet mooi? Ik ga het nog makkelijker doen. Wat doe ik moeilijk, hè? Ik heb ook wat te zeppen op die computer. Wat ook moeilijk. Gaat makkelijker. Hup. Ja, en ik kijk ook nog naar
Utopia. Begint alweer. Nou, laten we even dat laden. Dan zal ik jullie zo meteen de foto's laten zien van Karin, hoe mooi zij is geworden. Echt geweldig. Dan moet ik weer zoeken, daar. Dat is een beetje groter voor zelf. Hier al. Is ze niet mooi? Ja? Nou, is ze naar beneden? Ja, ik vind het geweldig. Dan moet die weer weggeklikt worden. Er zijn meer foto's, maar ik weet even niet waar. Nee. Gaat fout. Oh, hier, kijk. Zien jullie dat? Ja, hè? Mooi, hè? Oh, zo mooi. En die vind ik ook zo geweldig mooi. Zo trots op mijn meid. Oh, een geweldig meid. Een geweldige jonge vrouw is ze. Ja. Echt, ik ben ook zo trots op haar. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet toch verder van jullie avond wat er nog van over is. Althans nacht, ik weet niet. Er zijn later, net zoals ik. En voor een hoop, ja, die leggen al te bed. Maar ik zeg, welterusten, slaap lekker. Gezond weer op en graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.